Mijn naam is Henk Woldering. Ik ben lange tijd docent geweest aan de Vrije Universiteit. De laatste 20 jaar is hoogleraar politieke filosofie. En wat ik in mijn onderwijs het leukst heb gevonden, is met studenten discussiëren over onderwerpen die zij zelf aan de orde stelden. En wat interessant is, ze stelden altijd onderwerpen aan de orde die gewoon recht uit het leven gegrepen waren. Gewoon zaken waar je zo in de krant over leest en waar ze dan, wat filosofen willen, het naadje van de kous zou willen weten. Wat is waarheid? Hoe zit het eigenlijk in elkaar? En als je dingen uit elkaar legt, hoe kun je dingen bij elkaar krijgen en het verband tussen bepaalde verschijnselen bekijken? In de Westerkerk zal ik op 7 november zeker aansluiten bij dat thema de grootheid van de menselijke geest. En waarin die groot is, is namelijk in het voortdurend uitgedaagd worden om creatief te zijn. Zelfs, en dan kun je zeggen, ja, maar niet alle beroepen en alle mensen zijn creatief. Nee, dat kan wel waar zijn. Als mensen in hun eigen leven, hoe eenvoudig ook, aan tafel in de keuken met elkaar praten over een probleem, dan probeer ze, hoe zou jij dat oplossen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Je kunt ook altijd zeggen, ze zoeken het maar uit. Maar zelfs in die vraag zit al iets. Als mensen het dan uitzoeken, wil ik het eigenlijk toch graag weten. Mensen zijn eindeloos creatief en vindingrijk en ook nieuwsgierig. En wat is een van de leukste dingen in het leven om nieuwsgierig te zijn?